And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. Hoi iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie eindelijk zien hoe ik plan. Dus hoe ik in het dagelijks leven mijn planning maak. Mijn taken, mijn to-do-list, mijn doelstellingen. Eigenlijk alles verwerk ik in dit boekje. En dit is de Happiness Planner. En de Happiness Planner is een boek met 100 dagen. En daarin schrijf ik iedere dag en iedere week ook op wat mijn doelstellingen zijn. En wat mijn goals zijn voor die week en voor die dag. En mijn taken, mijn notities, alles zit hierin verwerkt. En ik ga jullie nu in deze video laten zien hoe ik mijn taken dus opschrijf en hoe ik mijn to-do-list maak. En eigenlijk alles wat maar te maken heeft met plannen zit hierin en dat ga ik jullie vandaag laten zien. Dus als je benieuwd bent naar mijn manier van plannen, blijf dan vooral kijken en ik wens je ontzettend veel plezier. Dit is mijn planner waar ik altijd mee werk en deze noem je ook wel de Happiness Planner. En de Happiness Planner is net iets anders dan een normale agenda en ook anders dan een notitieblok. In de Happiness Planner vind je heel veel dingen terug, zoals een overzicht voor je doelstellingen, je to-do-list, je notities. Eigenlijk alles kan je hierin kwijt. En deze planner die is voor 100 dagen, dus 100 dagen lang schrijf je iedere dag op en ook wekelijks wat je doelstellingen zijn, wat je nog moet doen. En daarin kan je ook je notities verwerken. Ik heb hier ook een review over geschreven en die kun je terugvinden op mijn blog. En dat artikel zal ik hieronder in de beschrijving erbij zetten en dan kun je dat ook nog even terugvinden. Maar ik ga jullie nu in ieder geval laten zien hoe ik plan. Dus hoe ik mijn planningen verwerk in mijn Happiness Planner. En daarbij ga ik jullie ook laten zien hoe ik mijn notities opschrijf. En ja, eigenlijk gewoon heel kort vertellen hoe mijn planning er vaak uitziet. Want dit is vooral ja, mijn standaard planning eigenlijk. In de Happiness Planner heb je iedere week zo'n weekoverzicht. En dan kan je voor jezelf doelstellingen maken voor die ene week. En dan staat er hier goals this week. Oh, ik kan het net niet zien. Goals for this week. En ik schrijf dan op wat mijn doelstellingen zijn. Nou, ik heb dan hier een time management goal. En daar staat dus dat ik over mijn mail 1 uur mag doen per dag. Foto's 1 uur, blogpost 1 uur en vlogs 1 uur. En dan videotutorials 5 uur max. Dit is dan voor mezelf dat ik even een time management idee heb van oké, zo lang kan je ermee bezig zijn en niet meer. Financial goals, op tijd factureren, op tijd betalen, achterbetaling aanzitten, bonnen sorteren, etc. Dit is gewoon meer iets voor mezelf. Dat is voor jullie nu niet zo heel erg belangrijk, denk ik. Maar dit vind ik wel heel prettig om dit iedere week voor mezelf op te schrijven. Zodat ik per week gewoon even terugkijk, oké, dat moet ik echt deze week nog doen. Dan heb ik hier work goals. Nou, dit is voor mezelf ook weer voor mijn blog en mijn YouTube video's natuurlijk. Op tijd taken afronden. Moet zeggen dat ik hier soms wel heel erg laks in ben, maar ik doe echt mijn best. Van 9 tot 5 werken en niet langer, want vaak werk ik toch wel langer door dan 5 uur. En dat is ook weer niet goed, want ja, je hebt ook gewoon een privéleven nog daarnaast. Alles van mijn to-do-list moet af. Nou, dat moet in principe lukken. Persoonlijke goals, meer sporten en gezonder leven. En op tijd slapen, meer tijd voor dween maken. Nou, dat is voor mij heel belangrijk, omdat ik soms weinig tijd heb voor dween. En daar wil ik gewoon meer tijd voor vrijmaken. En meer sporten en gezonder leven. Nou, dat doe ik nu wel de laatste weken. Of nou ja, de laatste dagen moet ik eerlijk zeggen. Maar sinds ik mijn Happiness Planner heb, dan lukt het ook steeds beter. Hier links zie je trouwens nog, before you get started, rate how you feel. Nou, dit kun je ook iedere week doen, aangeven hoe jij je voelt. En ik geef dan aan of ik happy ben of unhappy, bored, excited, tired of energetic, stressed of calm, unhealthy of healthy. Nou, dit staat er allemaal in mijn planning voor maandag. Dus dit is de planning van gisteren voor mij. En wat ik hier allemaal in heb opgeschreven is vrij onoverzichtelijk waarschijnlijk voor jullie. Maar hier zie je in hele kleine letters wat het precies is allemaal en waarom ik dit allemaal opschrijf. Het is heel makkelijk ingedeeld. In de Happiness Planner zie je hier inspiring thoughts. Nou, daar heb ik opgeschreven smile. Dat is gewoon een random thought van die dag. En dan heb ik hier exercises voor die dag. Nou, ik heb krachttraining gedaan, rug, schouders en buik. Heb ik opgeschreven en ook geel gemarkeerd omdat ik dat heb gedaan. Meals, dus mijn maaltijden voor die dag, lunch, ontbijt en avondeten zet ik allemaal hierin. En dat mag ik trouwens ook gelijk even geel maken, want ik heb al geluncht. Avondeten nog niet, maar ik maak het allemaal vast geel. Nou, dat avondeten, dat maak ik straks nog klaar, maar dat is in ieder geval wat ik ga eten, zalm, asperge. Ik schrijf dat gewoon altijd op, zodat ik weet wat ik heb gegeten die dag. Dan heb ik hier nog mijn tijdschema, hoe lang ik mag doen over mijn mail, artikelen, videoplanner. Ja, eigenlijk alles in tijden schrijf ik op. Vind ik zelf heel belangrijk, want dan weet ik gewoon hoe lang ik erover doe. Ik heb ook een app die ik gebruik voor mijn time management, maar ik schrijf het ook altijd nog even netjes op.
Mijn to-do zet ik hiernaast. Dus naast mijn tijden zet ik dit allemaal neer. En dan weet ik ook gewoon, oké, productfoto's mag ik een uur over doen. Vlog een uur. En dan weet ik voor mezelf, oké, zo lang doe ik er nu over. En wellicht dat ik in de toekomst veel sneller hierin ben. Nou, ik heb hier administratie en boekhouder. Daar heb ik een dollar tekentje, sticker erbij gedaan. Zodat ik dat ook gewoon wat beter zie terugkomen. Dan heb ik hieronder good things about today. Veel taken afgekregen. Nou, valt op zich mee, maar voor mezelf is dit wel veel. En ik heb ook een hele productieve dag gehad. En daarbij ook dingen gedaan die niet eens op mijn planning stonden. Dus dat is voor mij prima. What I hope for tomorrow, meer vooruit te werken. Nou, dat kan ik dus morgen allemaal doen. Dus in de planning die ik straks ga laten zien. Wat er nog meer staat op de volgende pagina is notes. Dus notities heb ik hier allemaal opgeschreven wat ik nog moet doen. En dat is dus eigenlijk meer relevant voor mijzelf en niet voor mijn blog en zo. Maar ik heb het toch hierin opgeschreven, want dit is gewoon iets wat ik iedere dag doe. En dan heb ik hier nog ideetjes voor video's. Schrijf ik ook altijd hierop. En ook andere ideeën voor artikelen bijvoorbeeld. Dat vind ik ook wel fijn om per dag op te schrijven. Want ja, ik heb er dan wel een apart notitieblokje voor. Deze. Dat is een roze van Action. Hier schrijf ik ook mijn ideeën op voor als ik in de trein zit of in de bus of in de auto of whatever. Maar ik vind het ook fijn om het hierin nog een keer op te schrijven. Aangezien ik dit iedere dag bij me heb ook. Dus zo ziet een beetje een dag eruit. Dus mijn maandagplanning. Ik heb nog ook 2 apps op mijn telefoon die ik gebruik voor mijn planning en voor mijn time management. En die zal ik jullie ook gelijk even laten zien. De eerste app is 3030. En dat is een app voor mijn time management. En daarin kan ik precies bijhouden hoe lang ik heb gedaan over iets. Dus over bijvoorbeeld mijn financiën, mijn mail, you name it. Eigenlijk alles kan je hiermee managen. En dit zelf vind ik persoonlijk heel erg handig om mee te werken, zodat je precies weet hoe lang je ergens mee bezig bent. Want vaak is het zo dat mensen hun werk niet afkrijgen omdat ze geen idee hebben hoe lang ze er mee bezig zijn. En als je dat voor jezelf meet, dan weet je het ongeveer wel na een tijdje. Maar ik vind het zelf gewoon handig om dat iedere dag op te meten en dan aan het einde van de dag nog erbij te zetten van oké, dit is gelukt, dan doe ik er een krulletje bij. Of het is niet gelukt, dan doe ik er geen krulletje bij en doe ik gewoon niks erbij, weet je. Dan weet ik in ieder geval, oké, dat is dus gelukt in een uur tijd, in een half uur, you name it. In ieder geval kan je dus op play drukken en dan gaat hij dus je tijd managen. En dat is voor mij heel erg makkelijk om te gebruiken. En dan heb ik nog een laatste app en dat is Wunderlist. En in Wunderlist sla ik ook heel veel dingen op. En daarbij kun je dus vooral denken aan mijn boodschappen. En het heeft natuurlijk niks met mijn blog te maken, soms wel. Maar dat schrijf ik hierin op. Dus wat ik allemaal nog moet halen. Nou, puntenslijper, lip liner, essence concealer en Dove Deo, citroen, alles reinigen. Alles staat daarin. Wunderlist is een hele handige app ook voor jouw notities of dingen die je nog moet doen. Want als je iets hebt gehaald, dan druk je dus op het vinkje en dan gaat die weg. Zie je? Dan is de taak dus volbracht. Maar dat doe ik dus ook met video's, dus ideeën. Nou, die zet ik hier ook in. Dit zijn allemaal dingen die ik dan weer niet in mijn notitieboekje heb gezet, omdat dit gewoon al hierin staat. Maar hier heb ik dan wel bijvoorbeeld die back to school ideeën in staan. En dan kan ik er nog andere taken aan toevoegen. Dus dat vind ik gewoon heel erg handig om mee te werken. En ook hou ik hierbij welke facturen ik nog moet maken en zo. Dus ja, dat is zeker een handige app om nog te gebruiken. Wunderlist heet het. Dus ja, dit is dan hoe mijn planner eruit ziet. De inhoud en de buitenkant en hoe ik het dan per week indeel. Ik ben heel benieuwd naar wat jouw favoriete manier is van plannen. Heb je nog tips? Laat die dan zeker achter in de comments. Misschien dat anderen daar ook wat aan zullen hebben. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.